Prinses Margriet viert vandaag haar 76e verjaardag. Nog steeds geen leeftijd om te stoppen met werken of de koffers definitief op zolder te zetten. Zolang we het kunnen doen, denk ik, dan zullen we het doen, zei de prinses voorafgaand aan het jaarlijkse Peter Stuyvesant standbal in New York. Van terugtrekken na 37 jaar beschermpaarschap, samen met echtgenoot Pieter van Vollenhoven die later dit jaar 80 wordt, was nog geen sprake. Dat bleek eerder deze week ook toen de prinses en haar man in Amsterdam de nieuwjaarsontvangst bijwoonden van hun neef koning Willem-Alexander. Opmerkelijk genoeg slaat de generatie na hen, met prins Constantijn en prinses Laurentien, dit soort bijeenkomsten stevast over, terwijl Margriet en Pieter bijna geen jaar overslaan. Wij zijn opgevoed met een gevoel dat het onze verplichting is aan de Nederlandse samenleving, vertelde ze eens over haar werk en inzet voor zowel de monarchie als Nederland. Vorig jaar bezocht de prinses de Paralympische Winterspelen in Korea en maakte ze met zoon prins Pieter Christian een reis naar Haiti om te zien wat er terecht was gekomen van de plannen en hulp op het gebied van rampreventie van het naar haar genoemde Prinses Margriet Fonds. Ook draaide ze trouw haar rondjes in schaatstempel Tialf om bij de Hollandse 100 geld in te zamelen voor Limp & Co. Dat investeert in onderzoek naar lymfeklierkanker. Lichamelijke ongemakken, zoals bijvoorbeeld een pijnlijke pols van een leven lang handen schudden, laten haar wel merken dat ze ouder wordt, maar daardoor weet je nog dat je leeft, zei Margriet daar jaren geleden al over.